Ik ben heel lang geleden geïnteresseerd geraakt in prostitutie. Toen had, het was nog niet eens een issue en niemand had het erover, behalve in de vrouwenbeweging van dat het de ultieme vorm van vrouwenonderdrukking was. Maar toen vond ik, viel me toch wel op dat er door de eeuwen heen altijd met prostituees is gesold. Dat ze eigenlijk toch een van de meest rechteloze groepen in de samenleving waren. En dat niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld. Dat ze altijd gestigmatiseerd worden. En dat ze zomaar verplaatst worden, dat ze zomaar geobserveerd werden en dat ze altijd geteld moesten worden of geregistreerd. Nou, toen kwam ik Gail Vitessen tegen, ook publicist op het gebied van prostitutie. En zij probeerde ook de feministen in het kamp van de rechten van de sekswerkers te krijgen. Met vooral het concept van het verschil wat toen in de jaren 80 actueel was tussen hoeren en Madonna's. De Madonna zit thuis, die werkt niet, die heeft seks alleen voor de voortplanting. En eigenlijk die dingen die vrouwen uit die periode ook nog lang niet meer deden. Wat was er dan mis met de hoer? Nou, die werkte dus buiten de deur. Wat deed de hoer nog meer? Die had seks met meerdere mannen, voor en buiten het huwelijk. Dus die deed eigenlijk gewoon alles wat de moderne vrouw in die tijd ook deed. Maar toch werd er dan een kunstmatig onderscheid gemaakt. En een van de stellingen van Gail was van zolang het woord hoer nog een scheldwoord is, zolang hoeren nog worden uitgescholden, is de emancipatie van de vrouw niet voltooid. En daar, dat is ook wel iets wat verder bij mij, maar ook bij andere, laten we zeggen, feministische dames aansloeg. Wat Gail destijds propageerde, hè? Ja. Hoe zat het er nu voor? Wel, wat ik hoor van de werkers zelf is dat het stigma alleen maar zwaarder wordt. Omdat het heel erg wordt geassocieerd met mensenhandel. Ik hoorde ook van vrouwen die vroeger voor hun beroep uitkwamen dat ze dat niet meer willen. Omdat ze zelfs ook door familiescheef aangekeken worden van... Nou, dan heb je zeker ook wel wat met die mensenhandel te maken. Of je bent een slachtoffer. Ik merkte ook met sekswerk erfgoed dat ze van sommige mensen, voormalige medewerkers van de Rode Draad, een naam weg moest halen. Want zelfs bij de Rode Draad werken is al stigma bevorderend. Maar in feite zou ik kunnen zeggen, de feministen van destijds hebben niet zo heel veel uitgericht. Dat is heel moeilijk om dat nu te beoordelen. Maar ik denk toch dat een heleboel dingen wel ten goede zijn veranderd. Maar dat zijn niet van die hele spectaculaire dingen. Bijvoorbeeld met vreemde kracht is bijvoorbeeld voor gezorgd dat sekswerkers niet als de verspreiders van aids zijn gestigmatiseerd. Is ook wel aandacht gekomen voor rechten op de werkplek. Dat iemand niet de hele week achter of 80 uur per week hoeft te werken in de prostitutie. Ook dat er part-time gewerkt kan worden. Dus dat is er dan wel. En wat ook zeker veranderd is, dat is ook sinds de jaren 70 en niet alleen in Nederland, is dat sekswerkers nu ook hun geluid laten horen. Echt en consequent. Dus nou pas weer tot mijn grote genoegen een nieuwe sekswerkersorganisatie opgericht. Proud. En die voeren acties en die laten zich horen. Dus dat is echt wel... dat zijn van die lange termijn veranderingen die je niet zo snel ziet met één blik. Dus. Maar als we de artikelen zo lezen, dan... staat er vaak dus toch eigenlijk andere dingen in dan we zoal in de media tegenkomen? De media gaan, de goede dagen laatst, gaan over het algemeen van hype naar hype. Dus nu is het vooral niet eens meer mensenhandel, maar gedwongen prostitutie. Wat is dat? Dan vraag je dan, wat bedoel je met gedwongen prostitutie? Want ik heb het daar nooit over. Ik heb het liever over prostitutie onder de een of andere vorm van dwang.
omdat die dwang op verschillende manieren uitgeoefend kan worden. Maar gedwongen prostitutie suggereert dat iemand die dan slachtoffer is, niet de prostitutie in wil. Maar er zijn heel veel, laten we zeggen, slachtoffers, maar dan in juridische zin slachtoffers, die wel de prostitutie in wilden, of in prostitutie willen blijven, maar gewoon hun eigen geld willen houden en behoorlijk behandeld willen worden.